daar zijn we weer. Marieke, business manager bij Alte. En Aniek, corporate recruiter bij Alte. We hebben het vorige week gehad over tips en tricks rondom je cv. Volgende week gaan we het hebben over echt het interview. Hoe presenteer je jezelf? Mm-hmm. Maar vandaag gaan we het hebben over de motivatiebrief. Hoe val je nou op? Ja, jij ziet echt honderden motivatiebrieven ook per week. Ik weet dat ik geen motivatiebrief langer dan een A4'tje wil. Ik wil een fatsoenlijke aanhef natuurlijk. Maar ja, er zijn ook wel andere dingen om echt op te vallen. Heb je daar advies over, Aniek? Ja, zeker. Je noemde net zelf al dat het belangrijk is om de aanhef te gebruiken. In de vacature staat inderdaad hartstikke vaak naar wie de sollicitatie gericht moet zijn. Ja. Dus zet dat dan ook in je brief, de persoon naar wie je de sollicitatie richt, de motivatiebrief. Ja. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er een persoonlijke touch in de brief zit. En dat kan je al bewerkstelligen door te beginnen met jezelf voor te stellen in de brief. Ja. En dat kan je bijvoorbeeld ook doen door middel van een leuke anekdote. Oh ja, dat is leuk. Heb je dat ooit een keer gehad in een brief? Dat je een anekdote tegenkwam? Ja, dat heb ik wel eens gehad. Dat was iemand die eigenlijk in een paar zinnen beschreef waar zijn passie voor software engineering in dit geval nou vandaan kwam. Dus hoe is hij daar eigenlijk toe gekomen? En dat nam mij meteen mee door de rest van de brief heen. Dat wekt meteen interesse. Ja, leuk. Oké, dus dan ben je meegenomen in dat verhaal, hè, door een anekdote of een goede intro. Ja. Wat kan je nog meer doen om op te vallen in je motivatiebrief? Nou ja, het is sowieso erg belangrijk om je motivatiebrief echt toe te spitsen op het bedrijf waarvoor je solliciteert en de functie waarop je solliciteert. Okay. Dus probeer niet een standaard brief naar verschillende bedrijven te sturen. Als je ergens echt wil werken, spits het dan toe. Ja, en dat toespitsen, dat, ik kan me voorstellen dat het nog wel moeilijk is als je het bedrijf nog niet zo goed kent. Heb je daar advies voor om dat eigenlijk toe te spitsen? Ja, daar heb ik ook wel wat tips voor inderdaad. Ja. Ten eerste kun je natuurlijk al veel informatie vinden op de website. Dus lees je goed in voordat je die motivatiebrief gaat schrijven en kijk welke elementen in de website jou dan echt aanspreken. Ja. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je al bekenden hebt die bij het bedrijf werken of die in elk geval in een soortgelijke functie werken. Ja. Dan is het ook goed om eens met hen te gaan praten. Ja. Dan kan je ook alweer wat meer inhoudelijk te weten komen. Ja. Tot slot kan je natuurlijk ook via LinkedIn mensen connecten die wellicht bij het bedrijf werken of in een soortgelijke positie werken. Ja. Heel vaak vinden zij het dan geen punt om je wat meer erover te vertellen. En dat kunnen bijvoorbeeld dus consultants zijn in het bedrijf, zoals we bij Alte hebben. Ja. Maar je kan ook bijvoorbeeld een recruiter een berichtje sturen en vragen om wat meer info. Ja, snap ik. Dit heb ik ook wel vaker gehoord. En dan krijg je echt de speciale elementen in je brief die eigenlijk niemand anders weet, behalve als je iemand hebt benaderd. Ja, precies. Ja, leuk. De vorige keer hebben we het over het cv gehad en toen opperde ik een idee, ja, kan je dat niet in de vorm van een vlog sturen? Mm-hmm. Toen zei je, ja, dat is meer iets voor de motivatiebrief. Heb je dat eens meegemaakt dat iemand een filmpje instuurde of ja, val je dan op? Ja. Hoe zit dat? Ja, nou, ik heb het wel eens meegemaakt en ja, dan val je inderdaad echt op. Dus als je dat doet, hartstikke leuk. Ja. Het is dan wel van belang dat je diezelfde tips die we eigenlijk al hebben gegeven in dat filmpje ook aanhoudt. Dus blijf het wel gewoon het filmpje dan toespitsen op het bedrijf en de functie en stel jezelf even voor op het begin. Ja. Maar als je dat doet, nou, zeker, je valt op. Leuk. Ja, ik heb zelf een keertje inderdaad een filmpje toe willen sturen naar een bedrijf. Alleen het platform, dus de website, ja, die was daar eigenlijk niet voor gemaakt. Dus ik kon mijn filmpje niet uploaden. Hoe zit dat bij Alte? Nou goed, bij Alte is het zo dat je kan natuurlijk solliciteren via het platform. Ja. Maar je kunt je sollicitatie ook opsturen naar een e-mailadres. Okay. En dat is bij heel veel bedrijven wel het geval. Dus mocht je het filmpje dan kunnen uploaden op het platform, zoek dan eventjes uit welk e-mailadres je je sollicitatie naartoe kunt sturen. Ja. Ja, zelf heb ik ook een keer meegemaakt dat iemand een blogster was. En zij had het eigenlijk verwerkt in haar motivatiebrief. Dus toen schreef ze dat haar passie schrijven was. En toen zette ze daar eigenlijk een linkje van haar blog erin. Ja, ik ben helemaal hooked. Dus wat dat betreft val je dan ook heel erg op. Ja, dat soort dingetjes, dat maakt echt wel het verschil. Ja, ja. Leuk. Ja, heel veel succes met je motivatiebrief schrijven. Ik denk dat wij genoeg advies hebben gegeven. Mocht je nou inderdaad weer meer advies willen, stuur je motivatiebrief dan op naar proefsolliciteren@alte.nl. Yes. Dan geven wij weer advies voor jullie persoonlijk. Succes, hè? Joep. Dag.